Beste kringleden en vrienden van onze koorleden. Ik wens jullie allen in naam van het bestuur en Amica Musica hartelijk welkom in deze verborgen parel van Antwerpen. We krijgen zo dadelijk een kennismaking met de Keizerskapel en in zijn historische context. Nadien volgt onze kerstevocatie. Het is fantastisch dat we vanuit deze mooie omgeving een concert kunnen geven en zo ook op een dergelijke intieme manier afscheid kunnen nemen van onze overledenen van 2020, 2021 en 2022. Want COVID heeft ervoor gezorgd dat we een afscheid in 20 en 21 op een zeer afstandelijke, was wel een mooie, hebben moeten doen. Met deze kerstevocatie kunnen we deze moeilijke jaren eindelijk inhalen. Het koor zal tezamen met het strijkersensemble ons een aangename namiddag bezorgen. Nadien volgt een receptie met de mogelijkheid om nog wat vragen te stellen over de kapel en kunnen we eventueel in groepjes de crypte bekijken. En daarna mogen jullie de gsm terug opzetten. Goedemiddag allemaal. Ik heb het bijzondere genoegen om jullie welkom te heten in de Keizerskapel. We kunnen niet zeggen hoe dankbaar we zijn. Ook aan Marleen, aan Leo, aan iedereen van Amica Musica, dat we jullie hier in grote getale mogen ontvangen. Want het is een heel avontuur geweest, mag ik wel zeggen, om dit concert te organiseren. En dat is het voor u nu als ervaring misschien ook. Ik ga jullie kort meenemen in de geschiedenis van de Keizerskapel. En als jullie later nog vragen hebben, dan zijn wij hier ter beschikking om informatie te geven of om eventueel eens een kijkje te nemen in de crypte. Nu, de Keizerskapel heeft verschillende namen. Als wij ergens kerkelijk aan iets deelnemen, dan doen wij dat onder de naam van Sint-Anna-kapel. Want sinds de 18e eeuw is de kapel toegewijd aan de heilige Anna. Anna is de moeder van Maria, Antwerpen is een Mariastad, dus het ligt voor de hand dat er een link is met de moeder van Maria. Dan zijn wij ook de kapel van Onze Lieve Vrouw Geboorte, omdat de droogscheerders aanvankelijk een altaar hadden in de kathedraal. Dat was toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Geboorte, vandaar, maar dat is de minst gangbare naam, is dat de Onze Lieve Vrouw Geboortekapel. De Keizerskapel, dat is heel kort. Men heeft hier de Prinsstraat, de Koningsstraat, de Prinsesstraat. Er is geen enkele directe link naar een keizer, naar wie het genoemd zou zijn. Dus tijdens de bouw van de kapel was het Rudolf I die de keizer was, maar er is niet direct naar hem genoemd. Dan het meest intrigerende en leukste van deze plaats is wel, het is de enige ambachtskapel in Antwerpen waarvan een patrimonium nog bewaard is gebleven. Dus jullie repeteren in de Meersenierskapel, of toch in een van de gebouwen daar rond. Dat is eigenlijk een kerk uit dezelfde tijd van de kapel, maar het interieur is verdwenen. Dus men had hier in die tijd, dat was de Meerseniers, waren een van de drie hoofdambachten, de droogscheerders, de Meerseniers en de schippers. En die hadden dus elk een kapel. Antwerpen stond vol van dit soort kapelletjes, maar die zijn in de loop van de tijd langzaam maar zeker verdwenen. En dat is ook een heel avontuur om een kapel 500 jaar aanwezig te houden in de stad. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe moeilijk dat is. Dat ervaren we eigenlijk elke dag. Nu, de droogscheerders. Er zijn misschien, als u daarover nadenkt wat dat is, er zijn misschien, we krijgen vaak de vraag of dat iets met schapen te maken hebben. Indirect misschien wel. Dus om in de productie om van een ruwe wol die geweven is naar een afgewerkt laken te gaan, en dat is niet een laken om op je bed te leggen, maar eerder een dikke wollen stof, daar zijn verschillende stapjes in. En een van die stapjes is het scheren van het laken. Dus het laken is geweven, al die haren hangen daaraan. Dan gaat u, als u bijvoorbeeld zegt, ik ben een koopman, ik ga dat verhandelen, ik heb een stuk stof laten weven en ik wil daar eigenlijk dat in de handel brengen. Dan gaat u naar een ambachtsman, die had dus in zijn huis,
In zijn ambachtshuisje had hij een scheerdis, een tafel. Hij gaat dat daar opleggen en hij gaat met een schaar, dat lijkt meer op een mes eigenlijk, hij gaat dat op zijn scheertafel leggen en dan gaat hij dat centimeter voor centimeter op de gewenste lengte afscheren, zodat hij eigenlijk een gladde stof had die u later zou kunnen laten borduren of afwerken tot een andere stof of laten verven. Nu, als u de achterkant liet bewerken, dan had u een scharlaken. U kent wel de kleur scharlakenrood. Dat wil zeggen, een aan twee kanten en dus ook veel duurder afgewerkt product dat een hele gladde stof is. Nu, hoe komt het dat die lakenbereiders eigenlijk zo'n dure, mag ik wel zeggen, in die tijd, als een statussymbool een kapel laten bouwen? Dus Antwerpen, typisch aan Antwerpen, het is een havenstad. En voor een havenstad is het altijd interessanter om handel te gaan drijven dan enkel voor de plaatselijke markt te gaan werken. Dus Antwerpen was geëvolueerd van een nijverheidsstad waar producten gemaakt werd naar een handelsstad waarin de nadruk, de focus lag op het verhandelen van de producten die binnenkomen. Dus die lakenbereiders in de 14e eeuw had de schitterende opvaart van de lakennijverheid. Alle fases, alle stapjes die met dat laken te maken hadden, heel die textielsector met zich meegenomen in de welvaart eigenlijk. Dus Antwerpen was dus eigenlijk een lakenverhandelingsstad, een lakenhandelsstad. Nu, en men krijgt dus eigenlijk in die Gouden Eeuw, want we zijn in de Gouden Eeuw van Antwerpen, heb je eigenlijk de schitterende combinatie. Je hebt de handel hier, dus je hebt de producten zijn aanwezig in de stad. Je hebt het kapitaal dat eigenlijk binnenkomt door het handel drijven. En Antwerpen had eigenlijk ook nog een soort marketingsysteem gemaakt, zodat je gemakkelijk handel kon voeren, dat dat niet ingewikkeld was. Dus de handel was georganiseerd, je hebt de producten en dan had je ook nog de kunstenaars. Je hebt echt het ambacht in huis die kunnen zorgen dat dat ook werkt, dat je ook producten kunt krijgen van topkwaliteit. Dus Antwerpen was een luxe stad geworden, dankzij die lakenbereiders. En die gaan zich eigenlijk, omdat ze zo'n belangrijke ambacht was, willen ze zich onderscheiden en het respect dat ze hadden in de stad ook tonen naar buiten toe, zoals u nu misschien een duurdere auto zou kopen, uw huis een beetje veredelen, zoals de lakenbereiders zouden noemen. En zij gaan dus eigenlijk in plaats van een altaar in de kathedraal een eigen kerkje bouwen. Dat kerkje is nooit een parochiekerk geweest. We krijgen heel veel de vraag of mensen zeggen, zijn hier nog missen? Het is nog steeds een gewijd gebouw. Dat is dus aan de bisschop eigenlijk om hier te zeggen van, blijft het gewijd of niet? Het is de absolute wens om dit gebouw gewijd te houden. Het is niet dat wij een herbestemming zoeken. Maar het is wel altijd in privéhanden geweest. En in die zin staat het uniek, ook juridisch, uniek onafhankelijk in de stad. Het is in privéhanden. Dat wil zeggen dat hier heel wat dingen georganiseerd worden. En we zijn jullie dankbaar dat jullie dus indirect ook het gebouw meehelpen onderhouden. Want de kapel werkt zonder subsidie. Het is dus allemaal, mensen zien dat misschien als status, maar het is de zorgen dat je eigenlijk een korte tijd op u wilt nemen. Nu, die lakenbereiders stonden daar ook voor. Dus stel dat u in de 16e eeuw, u bent als ambacht eigenaar van het gebouw, dan moet u middelen genereren, want dat gebouw blijft niet vanzelf staan. U hebt kosten, u wil dat mooier maken, u wil dat moderniseren, u wil dat uitstraling geven, dan moet u middelen zoeken. En hoe deden die lakenbereiders dat? Iets uniek om dat te doen, is het hebben van een reliquie. Dus een reliquie is vaak verbonden met een ziekte. Dat heeft een bepaalde functie in reliquie, een genezingskracht. De lakenbereiders hebben dus eigenlijk een reliquie in handen gekregen wat een beetje een gat in de markt is gebleven. Elke kerk heeft zijn reliquieën. En het was dus eigenlijk ook wel de bedoeling dat u een reliquie ging hebben die niet iedereen had. Want anders gaat men naar andere kerken. Want de reliquie, daar was eigenlijk een heel systeem dat er rond is gemaakt om u door dat genezingsproces heen te helpen. Dus de kapel heeft de reliquie van de heilige Liborius. U ziet die man met die mijter.
Dat is eigenlijk gewoon een aanbiddingsbeeld in de kerk. Dat is niet het reliquie zelf en dat zit daar ook niet in. Het is gewoon ter aanbidding, omdat het eigenlijk het reliekschrijntje is, een zilveren schrijntje. Daar zit de reliquie in van de heilige Liborius. Dat is een heilige uit de 3e eeuw die te maken heeft met ziekte, met steenvorming. Dus ik vraag nu even, zijn er al mensen die nierstenen hebben gehad hier in de kerk? Aanwezig. Je mag je hand opsteken. Ja? Galstenen misschien? Andere stenen? Ik bedoel geen diamanten. Dus dat wil zeggen dat die heilige, die werd aanbeden voor ziekte met steenvorming. En ik zal nu eventjes het gebedje lezen dat in die tijd gebeden was voor de heilige Liborius. Ik heb een hele collectie, dus u mag zelfs rustig een prentje, als u uit voorzorg al een prentje wil meenemen. God, die den heilige Liborius door ontalrijke mirakelen vermaart, bijzonderlijk met privilegie van de pijnen des graveel en steen te genezen vereerd hebt, wij bidden u, verleent ons, dat wij zo zijn verdiensten en voorspraken van die en alle ander kwaad zo mogen verlost worden, dat wij hiernamaals de blijdschap mogen genieten door Jezus Christus, onze Heren. Amen. Dus stel, u verging van de pijn, van de galstenen, nierstenen, u kwam naar hier en u wilde daarvan afgeraken, want dat is ondraaglijk, die pijn. Dat kunnen we ook lezen hierin. Dan ging u eigenlijk beginnen aan een soort genezingsprogramma. U ging hier een prentje nemen om thuis te bidden. U ging hier kaarsjes branden. U ging hier missen opdragen om daarvan af te geraken. En u moest dat een zekere periode volhouden. Er werden hier in de tijd dat dat erg in gang werd, of dat erg goed draaide, zal ik maar zeggen, want dat was financieel ook wel, voelt dat iets van u, dan waren hier meer missen gelezen dan er uren in de dag waren. Dan was hier continu missen opgedragen aan de heilige Liborius. Dus dan moest men eigenlijk aan de kloosters vragen om de missen die hier niet gedaan konden worden, om die alsnog te doen, zodat u dat programma kan afwerken. Stel dat u na 2 weken... dat niet merkte. En u had dat prentje gebeden, u had hier de missen opgedragen, dan wou dat eigenlijk zeggen dat u nog andere stenen had. U had stenen op uw hart. U had zonde begaan. En die moest u eerst opbiechten, alvorens dan Liborius die andere stenen zou wegnemen. Zodat dat systeem van die gezondheidszorg in die tijd in elkaar. Maar ik wou u wel zeggen, we hebben de ervaring wel dat het helpt. We hebben een brand gehad, de verzekeringsmakelaar had nierstenen. We hebben hem een origineel prentje uit de 17e eeuw gegeven en hij is niet geopereerd geworden. Dus om u maar te zeggen dat het werkt. Nu, we hebben nog 1 beeldje. In de geschiedenis van de kapel was er natuurlijk de beeldenstorm, 1566. De kapel is van 1512, 1566, de beeldenstorm. Alles wordt hier kort en klein geslaan. Er blijft niets over, behalve een miraculeus beeldje. Dat is een Maria-beeldje, men noemt dat de Mechelspopje. Dat is eigenlijk zoals in de kathedraal, een Madonna die men helemaal uit elkaar kan halen en demonteren. Er zit een kroontje op, een zilveren mantel, het kindje, alles kan helemaal uit elkaar gehaald worden. En dat is een beeldje uit de 15e eeuw. Dus dat is het enige middeleeuws beeldje wat we nog hebben. Voor de rest bent u dus in een grotes gebouw met een barok interieur en het topstuk is de preekstoel. De personificatie van het geloof, dus die dame onderaan, dat is religia. En zij steunt met haar 2 handen de kapel. En zij draagt eigenlijk de kerk. Allegorieën zijn altijd vrouwelijke figuren, u weet dat wel. Justitia, historia, religia. Ik wens u een hele fijne middag. Ik wou ook Marleen bedanken en Leo en het hele team om dit te mogen organiseren. En we zijn heel trots dat wij een bijdrage kunnen leveren, want de kapel een functie blijven geven, ook in deze tijd, dat is toch wel het hoofddoel van de openstelling van dit gebouw. Dank u wel.
zijt welkom. Kerstmis is een betoverend feest. Een simpel verhaal dat na meer dan 2000 jaar nog altijd tot het hart en tot de verbeelding spreekt. Het schept een warmte en een verbondenheid over vele grenzen heen. Laat u vanmiddag meevoeren op de zachte klanken van de strijkers. Laat de liederen jullie harten beroeren. Geniet van de gezelligheid in dit prachtig kader. Na 2 jaar corona herneemt het normale leven langzaam aan en groeit de hoop dat we deze storm onder controle krijgen. Toch moesten we in deze periode afscheid nemen van vele goede vrienden, waarbij ook een gedreven bestuurslid, Rob van Rompuy. Tijdens deze uitvoering nemen we daarom de tijd om in gedachten al onze overledenen te herdenken en noemen de namen van allen die ons in 2021 en 2022 ontvielen. Waar je ook bent, ik zou het niet weten. Niet in afstand of tijd te meten. Maar ik ben bij me, je bent bij me, diep in mij. Daarom ben je zo dichtbij. We herdenken Richard Fennekens, Edith Knights, Robert Melis, Ernest Rousseau, Helene Lemmens, Ludgard Klaasens, André Filet, Karel Goemans, Louis Janssens, Jos van Gestel. Thank you.
Voor altijd herinnerd in liefde en vriendschap. Voor altijd aanwezig in woord en geest. Voor altijd verbonden door onzichtbare banden. Gekoesterd door velen. In onze harten wonen mensen die daar helemaal thuis zijn. En die daar blijven wonen, ook als ze er niet meer zijn. Zoek ze daarom in het licht dat je nog steeds omarmt. In de stilte die je vindt voorbij de woorden. We herdenken Lydia Sletsens, Jan Keulemans, Marcel Verhagen, Wim Wittens, Karel Hendricks, Maria Marien, Frida Daalman, Helene Pieters, Sonja de Dale, Monique van Berendonks. De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen. En iedereen vindt het heel gewoon dat ze weer bladeren krijgen. We zien ze vallen op de grond en dan opnieuw weer groeien. Zo heeft de aarde ons geleerd dat al wat sterft zal bloeien. We herdenken Johnny van Doren, Marie-Louise Verla, Anita Maas, Herman Verbist, Jan Likens, Jenny Herman, Sis Suikerbuik, Bob van Izegem, Simon Bulteel, Luc Robijs, Filomena van Ginkel, Wilfried Klaus. Thank you.
Al onze overleden leden ontsteken we nu het licht. Bent u met Kerstmis hier, als ik vragen mag? Vroeg de abbé. Het was de dorpspastoor een eer en een genoegen dat de beroemde muzikus in zijn dorp een huis had gekocht om er tot rust te komen van het jachtige leven in de concertzalen van Parijs. Blijft u hier met Kerstmis? Ja, de beroemde muzikus was van plan de kerstdagen in het dorp door te brengen. Mag ik u dan uitnodigen voor onze kerstkantate? Ja, dat klinkt natuurlijk heel duur, kerstkantate. Wij zijn natuurlijk maar amateurs. Ons koor is niet meer dan een gewoon seniorenkoor, dat begrijpt u wel. En het orgel is oud, evenals onze organist. Zelf ben ik ook geen echte dirigent, maar goed, we doen ons uiterste best en zetten ons met hart en ziel in. We geven het beste van onszelf. Toch stel ik er prijs op uw vakkundig oordeel te mogen vernemen. Na afloop nodigde de abbé zijn hoge gast uit op de pastorie. Hij had zijn mooiste fles wijn uit de kelder gehaald. En, vroeg hij gespannen, nadat hij de glazen had ingeschonken. Heel goed, zei de man uit Parijs. Werkelijk heel goed. Ik bedoel de wijn.
En de kantate? Niet goed, zei de man uit Parijs. U doet uw werk zonder twijfel met toewijding, maar als ik eerlijk ben, de toon is niet zuiver, de stemmen zitten niet goed onder elkaar, de tekst is onverstaanbaar, de inzetten zijn aarzelend, het forte is te hard, het pianissimo is te zacht en de tempi zijn niet constant. Het spijt me dat ik het u moet zeggen, maar u vroeg er mij naar. Bedroefd sloeg de abbé zijn ogen neer en hij tuurde in zijn glas. Het is goed dat u dat mij eerlijk zegt, monsieur. Ik ben ook geen vakman. Ik ben maar een gewone dorpspastoor. Ik kan noten lezen en een beetje de maat slaan, maar dat is dan ook alles. Ik ben wel zeer blij dat u zei dat wij ons werk met heel veel passie en inzet en toewijding doen. Dat hoorde u er dus wel in. Jazeker, zei de muzikus uit Parijs, met toewijding dat zeker, alleen wat vals. Maar laat ik ophouden met mijn kritiek, liever doe ik u een voorstel. Ik heb zojuist van mijn dokter gehoord dat ik het komende jaar kalm aan moet doen, zodat ik voor langere tijd in deze contraille zal vertoeven. Ik kan u misschien van dienst zijn door het volgend jaar, kerstmis, de directie van uw koor over te nemen. En zo geschiedde. De grote muzikus ving reeds in september met de repetities aan. De slechte stemmen gooide hij eruit. Een kennis uit Parijs lapte het orgel op en bracht de organist van het dorp de eerste beginselen van orgelspelen bij. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen toen het weer kerstmis werd. De abbé zat wat onwennig in de kerk tussen zijn parochianen in. 15 jaar lang had hij voor zijn geliefd koor achter de lessenaar gestaan en nu stond die grote muzikus daar. Met een gebaar dat de routinier verried, hief de dirigent uit Parijs zijn slanke handen. Het koor zette als één man in. Zuiverder dan ooit klonk de muziek door de gewelven. Zo had de kerstkantate nog nooit geklonken. Toch was er iets, maar de abbé wist niet hoe wat. En, vroeg de muzikus, net als een jaar geleden waren zij ook voor een goed glas wijn neergestreken op de pastorie. En? Heel mooi, monsieur, heel mooi. Ik weet niet hoe ik u moet danken. Woonde u maar altijd in ons dorp, dan kon u jaarlijks de kerstkantate dirigeren. Die nacht kon de abbé de slaap niet vatten. En de abbé wist niet waarom. Hij zei nogmaals zijn avondgebed, maar dat hielp niet. Hij lag maar in het donker voor zich uit te staren, totdat plotseling aan zijn voeteinde een zacht schijnsel zichtbaar werd. De abbé schrok. Daar stond een engel. De abbé vreesde met grote vrezen. Maar de engel zei, vrees niet, monsieur l'abbé. Ik ben uit de hemel neergedaald om te zien hoe het met u is. Al 15 jaar luisteren wij hierboven naar uw kerstkantate. Maar nu laat de eeuwige u vragen waarom de muziek dit jaar is uitgebleven. Wij hebben niks gehoord. Feest met zang en
danst met zang en dans. Bij muziek van gast en jet en fluit en trommels en trompetten. Foem, foem, foem. Naar de metten is het feest met zang en dans, met zang en dans. Bij muziek van gast en jet en fluit en trommels en trompetten. Foem, foem. Heel lang geleden, vlak bij de stad Bethlehem, leefde eens een kleine jongen wiens familie heel arm was. Zijn kleren waren versleten en hij had soms honger, want er was niet genoeg te eten. Maar de jongen had één ding waardoor hij toch gelukkig kon zijn. Hij had een trommel. En die trommel was van zijn vader geweest en daarvoor van zijn opa. Jaren geleden, toen zijn opa nog jong was, had hij die van trommel gekregen van rondtrekkende muzikanten. Toen de kleine jongen oud genoeg was, leerde zijn vader hem param-pam-pam-pam spelen op de trommel. Nu was deze van de kleine jongen en hij hield heel veel van zijn trommel. Elke dag speelde hij erop en liep hij door het dorp. De kinderen volgden hem terwijl hij speelde, zongen en marcheerden in de maat. Soms liep er zelfs dieren mee in de parade. De kleine jongen speelde zo vaak op de trommel dat hij er goed in werd en de mensen van het dorp noemden hem al gauw de kleine trommeljongen. Op een nacht zag hij een heldere ster schijnen. En even later kwamen vreemde mannen op kamelen door de straat. Ze hadden mooie kleren aan, het waren koningen. De jongen besloot hen te volgen. Ze brachten geschenken voor een pasgeboren kind in een kribbe. De kleine trommeljongen stond buiten en zag dit alles gebeuren. Wat kan ik doen, dacht hij. Ik heb niks om te geven. En verdrietig draaide hij zich om en ging naar huis. Toen zag hij de trommel die aan zijn zijde hing. En plotseling wist hij wat hij kon geven. Hij ging terug en toen hij de stal weer zag, begon hij zacht te spelen en te zingen.
Intercedi presso Cristo,
begin 19e eeuw was de sfeer in Europa donker. Al tientallen jaren wierpen oorlogen, politieke onrust en armoede een schaduw over het leven. Het was ook letterlijk een donkere tijd, want er was geen zomer. Een assistent-priester uit Oostenrijk schreef een gedicht als roep om vrede. Een vriend componeerde er de muziek bij. Sinds 2011 is dit lied UNESCO Werelderfgoed. En met kerst is dit lied altijd onsterfelijk. Mensen zingen al van oudsher. Het bindt hen. Het toont een culturele band aan en het zorgt samen voor samenhorigheid. Wij nodigen jullie daarom uit om samen met ons te zingen. Er moet een ster zijn voor iedereen die zoekt naar wegen en naar woorden om anderen tegemoet te gaan. Er moet een ster zijn voor diegene die zoals een herder zijn tred vertraagt en zich ontfermt over de achteropgeraakte. Er moet een ster zijn voor wie amper overeind blijft en toch zijn schamele verwachting als een fakkel in zijn ziel bewaart. Er moet een ster zijn voor wie naamloos licht in zich draagt en overal vuurtjes tracht aan te maken waaraan men zich verwarmen kan. Er moet een ster zijn voor wie de wijsheid en de eenvoud leert om in een doodgewoon gebeuren het buitengewone van mens te ontdekken. We wensen jullie die ster van harte toe.
liefde binnen ons harten. Laat de liefde bron van leven zijn. Laat de liefde toe in uw harten. Om voor elkaar weer mens te zijn. Lieve kleine waarde, dank voor het handen. Geef het rest is een wondrous sfeer. Liefde zorgt ervoor dat dat nooit verandert. De mooiste tijd komt zo met Kerstmis weer. Mooiste geschenk zijn, laat de liefde wensen die hij zingt. Laat de liefde niet voor de mensen, dat die de kersttijd weer komt riet. Zalig Kerstmis, mooie tijd vol fijn. Om in vreugd en vrede medemensen zijn, zal het Kerstmis mooie tijd voor twee, voor elkaar meer mensen zijn. Zal het Kerstmis mooie tijd voor twee, om in vreugd en vrede medemensen zijn, zal het Kerstmis mooie tijd voor twee. Waarde dan voor het handen, geef met Kerstmis een wondrous sfeer. Liefde zorgt ervoor dat dat wordt veranderd, de mooiste tijd komt dan met Kerstmis weer. Zalig Kerstmis, voor het eerst doen zijn, om in vreugd en vrede deze mensen zijn. Met Kerstmis kunnen hopelijk voorgoed de kanonnen zwijgen, want de wereld die wij willen draagt geen wapens. Tot slot zingt het koor een vredeslied, El Himno de la Paz. Interior, in der Anna-Lein-Land, yeah.
Aan het eind van deze middag willen wij een aantal mensen bedanken. Helena van Loon voor de fijne samenwerking. De strijkers om ons mee te voeren naar verre horizonten. Frans Moens, onze muzikale steun en toeverlaat. Jean Strauven, die onze seniorenstemmen kan laten klinken. De videoclub Multimedia 97 Niel, om van dit gebeuren een mooie herinnering te maken. De koorleden en de vertellers voor hun wekelijkse gedreven inzet. Dank u wel. Ah, nee. Is het goed? Het is goed.